Trainer Henk de Jong, de kop is er weer af. En hoe is het om weer voor de groep te staan bij zo'n wedstrijd? Ja, heerlijk. Ja, ik moest wel even wennen. Maar mooi. Net als met de eerste training, de eerste wedstrijd. Ik moest een beetje rustig blijven. Maar dat is niet makkelijk. Maar nee, zo leuk. Gewoon veel mensen. Goede tegenstander. Echt goede tegenstander. Dat wist ik van tevoren. Dat is een ploeg die al 4 weken bezig is. Of 3 weken. Vierde wedstrijd. Dus die is wat verder. Maar die Duitse ploegen die geven gas. Die houden nooit weer op. Dus vandaar ook de keuze om dit zo te doen. Ja. Je wilde weerstand en die kreeg je. Want het was bij Tijd en Weilen wel hard, hè? Ja, maar dat vind ik ook mooi. Maar mijn collega snapte dat ook, hè? Kom maar bij hem. Kom. Collega trainer, hè? Even shirt uit. Even mijn collega trainer. Kom bij me, hè? Even mijn collega, hoor. Zeker. Maar nee, we kregen weerstand, hè? Dus ja, dat is ook waar we het voor doen. Ja, daarom ook de keuze. En niks te nadelen van day-to-day, want dat vind ik ook een leuke tegenstander. Maar daarom moeten we wel spelen in de regio. Dus prachtig dit. Ja, het was een leuk potje. Normaal begin je tegen de amateurs. En dan zie je uitslagen van 10-0, 15-0. Dat zie je bij andere clubs ook al, volgens mij. Maar we begonnen tegen lekkere tegenstanders. Zat er nog lekker in. Dus ja, ik hou er wel van. Een beetje scherp beginnen. Zij waren al een aantal weekjes bezig. Dit is voor ons natuurlijk de eerste oefenwedstrijd. Vond je het oké vandaag? Ja, het was hun vierde pot. En het is onze eerste pot natuurlijk. We zijn een weekje bezig. Je ziet wel dat bij ons gewoon de automatismen erin zitten. Waardoor we al een hoger instapniveau hebben, denk ik, dan dat je normaal gewend bent. Dus ja, veel boys die al langer met elkaar samenspelen. En ik denk dat je het vandaag ook wel gewoon zag. Tweede helft wat iets lastiger. Ja, en uiteindelijk speel je gewoon 2-2. Prima pot. Ik denk dat we, ja, iedereen heeft goede meters gemaakt, alles gegeven. Dus daar gaat het toch om in deze potjes. Ja, er mist nog een hoop automatisme. Dus er gingen ook wel dingen niet goed. Maar dat wist ik ook. Dat kon niet in één keer goed. Een aantal nieuwe jongens er ook bij. Wat is je indruk van de nieuwelingen tot dusver, ook op de trainingen? Ja, ik ben heel tevreden. Heel tevreden. Maar er moet nog wel wat bij en dat gaat het gebeuren ook. En dan zijn we met ons groepje, Fouke, Gerald, mijn persoontje, nog een aantal jongens. Ja, zijn we daar echt mee bezig en dat gaat goed komen, hoor. Sylvester van der Water werd onder andere gisteren gepresenteerd. Hoe blij ben je daarmee? Prachtig, man. Past ook gewoon bij Cambuur in brutaliteit. Is een brutaaltje. 5 jaar terug heb ik ook met hem gesproken om naar de Graafschap te halen, 4 jaar terug. Toen lukte dat net niet, maar dat werkt altijd nog mee. Ja? Dat je zulke jongens een keer spreekt en nou zijn ze bij ons. Nog even een mooi goaltje meegepikt. Ik zag hem niet eens. Kon je op zelf die bal nog wel zien daar? Ja, nou, ik zou natuurlijk zeggen, zonder rook was hij ook gewoon, binnen geweest. Maar ja, op het laatste moment rende ik gewoon die rook in. En, maar ja, ik was zo dik op de goal dat ik wel wist ongeveer waar hij was. En, gelukkig floot hij niet af, dus telt gewoon nog. Hoe lekker is het om nu weer bezig te zijn en wedstrijden te spelen? Ja, als je eenmaal bezig bent, dan zit je er ook sober in, weet je wel. Die laatste week van de vakantie, dan denk je nog wel dat nog wel een weekje moet mogen duren of zo. En ja, zodra je weer met die gasten bent en je bent gewoon een paar dagen bezig, dan ja, in je hoofd is die knop heel snel om. En je zag je ook vandaag weer dat iedereen, ja, dat het geen potje was die we even schriftelijk afdoen. Dus ja, ook goed om te zien dat we erin kletsen. En nu mooi doorbouwen. Je hebt de analyse weer erbij met Ruben, zag ik. Ja, Ruben er ook weer bij. Ben ik heel, heel blij mee. En mijn collega. Wil je nog wat zeggen? Ja, maar ik ben heel blij dat tot de hele joh. Altijd heel goede om die gaat zeggen. Dankjewel, Topper. Echt waar. Super. Dankjewel.